We bereiden ons voor op de vijfde zondag van Pasen. En we lezen daarvoor de eerste lezing van volgende zondag uit het boek Handelingen. Weet je nog dat we zoveel weken geleden gestart zijn met de samenvatting van wat christelijk leven was? En dat we vervolgens terug naar voren gegaan zijn in de tekst om twee momenten te zien in een speech van Petrus over hoe je dat kan worden, christen, christengemeenschap. Focus je op Jezus en bekeer je en dompel je onder in de naam van Jezus. Dat is de manier waarop je christen, waarop je kerk wordt. Wat ik vorige week niet genoemd heb, maar wat je hopelijk wel gehoord hebt gisteren, is dat aan het einde van heel dat gebeuren rond Petrus 3000 mensen zich aansloten. Wat een ongelooflijke groei van die jonge christengemeenschap wordt daar verteld. En dus zou je kunnen denken, dat verhaal van de jonge kerk, dat verhaal van de handelingen van de apostelen, dat is een glorie halleluja gebeuren. Hoe fantastisch toch? Maar dat is niet juist. De groei van de kerk, de zeer snelle groei daarvan, brengt onmiddellijk problemen mee. Problemen die op de eerste plaats intern zijn. De eerste lezing van volgende zondag begint als volgt. Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. Dus binnen de gemeenschap van christenen ontstaan er twee fracties, de Hebreeën en de Hellenisten. De eerste groep is een Hebreeuws sprekend Joods deel van de gemeenschap en de Hellenisten zijn een Grieks sprekend Joods deel van de christelijke kerk. En die beginnen tegenover elkaar te staan. Het zijn de Hellenisten die morren dat ze achtergesteld worden. Dat de mensen die zorg nodig hebben binnen hun groep minder zorg ontvangen dan die van de andere groep. Het is zo oud als het christendom zelf dat het moeilijk is om dat allemaal in evenwicht te houden. Om het zo te organiseren dat iedereen helemaal meegenomen wordt. Nu, wat is het antwoord van de 12, van die kerngroep binnen de kerk? Het antwoord is een onderverdeling van de functies en taken. En die worden hier genoemd. Enerzijds is er nood aan mensen die bezig zijn met de zorg voor de ondersteuning. En anderzijds zijn er mensen die bezig zijn met de bediening van het woord. Dat is wat er beslist wordt. Nu, in het Nederlands hoor je het niet, maar in het Grieks is dat een mooie parallel. De zorg voor de ondersteuning is de diaconie van de tafel en de bediening van het woord is de diaconie van het woord. Die twee worden naast elkaar gezet als twee fundamentele taken binnen de christelijke gemeenschap. Waar de diaconie van de tafel zich focust op zorg voor mensen in nood, is de diaconie van het woord bezig met de verkondiging van de blijde boodschap aan mensen die die blijde boodschap nog niet ontvangen hebben. De 12 apostelen kiezen ervoor om zich te blijven wijden aan de diaconie van het woord en dus de blijde boodschap te gaan verkondigen aan mensen die die boodschap nog niet ontvangen hebben, ze niet gehoord hebben of ze nog niet hebben laten doordringen in hun hart. Maar er worden nieuwe mensen aangesteld. De 7, waaronder Philippus en Stefanus en nog anderen die we verder niet beter leren kennen.
die zich wijden aan de zorg van de tafel. Hun werd de handen opgelegd en ze kregen dus een gewijd ambt mee om te zorgen voor wie het niet goed had. Deze structuur bestaat nog altijd binnen onze kerk. Deze twee zeer fundamentele zendingen leven nog altijd als roeping bij wie wij moeten leren worden. De diaconie van het woord. Verkondigen aan mensen die het nog nooit hebben vernomen of die er afstand van genomen hebben. Of die zich eigenlijk nooit hebben opengesteld. Verkondigen aan hen wat de schoonheid is om Jezus echt te leren kennen en familie te worden rond hem. Het is iets wat wij in Vlaanderen niet zo goed durven. We moeten dat toegeven. We hebben een soort van natuurlijke of culturele argwaan tegen een al te uitbundig verkondigen hoe goed het is om leerling van Jezus te zijn. Misschien is het moment gekomen om daar een nieuwe moed in te ontwikkelen en een nieuwe taal te vinden, om dat wel degelijk in onze samenleving te laten klinken, de diaconie van het woord. Tegelijkertijd is de diaconie van de zorg natuurlijk minstens zo belangrijk en minstens zo relevant vandaag als in de tijd van de eerste christenen. Wie nabij kan zijn bij mensen die alleen zijn, uitgestoten zijn, mensen die het moeilijk hebben, mensen die bij niemand anders terecht kunnen. Dat zijn degenen die we noemen de diakens van de tafel. En we komen weer bij onze vraag van de week uit. In welk van die twee zendingen voel jij je het meest thuis? En waar zie jij op dit moment mogelijkheden om die vorm van dienstbaarheid concreet te maken? We nodigen je uit om er eens bij stil te staan deze week. En we zullen, zoals de voorbije weken, getuigenissen laten klinken, elke dag opnieuw, uit verschillende groepen van mensen, over hoe het in hun leven op dit moment speelt en waar zij zichzelf bezig zien in één van die twee rollen. En we hopen dat je daar inspiratie vindt om zelf ook getuigenis af te leggen. En ik herhaal het nog eens, je mag het ook filmen en sturen naar ons op het mailadres dagelijkseverdieping@gmail.com. En volgende zaterdag tonen we je graag een compilatie van de geloofsgetuigenissen die wij hebben ontvangen.